Meerkampatleet Owen Beukens uit Emmeloord heeft dit jaar een stijgende lijn te pakken. De meerkamper pakte tijdens het NK Indoor zilver en outdoor brons. Beukens werkt nu toe naar een nieuw indoorseizoen. Hij wil die lijn doortrekken en doorpakken. Het zou heel tof zijn om volgend jaar het EK 123 te halen. En dat is wel echt mijn eerste doel. En zo ook gewoon een hoge score te halen in punten totaal in de meerkamp. Dus, waar moet je naartoe werken? Wat wil je dit jaar halen qua punten? Zeker wel 7700 punten. Dat is, dat is zeker wel het doel. Ja, en nog niet gehaald, hè? Nee, nog niet gehaald. De volledige score ligt helaas nog ondermaats in vergelijking tot mijn persoonlijke records. Maar dat ga ik zeker aanscherpen volgend seizoen. Beukens wil dus doorgroeien naar internationaal niveau. En er zijn meerdere stappen voor nodig. Zo stapte Beukens dit jaar over van PEC uit Zwolle naar RTC Noord. Ik denk dat op een gegeven moment als je op een bepaald niveau komt, moet je het samen doen. Samen met de coach. En ik heb een jaar geleden de nieuwe coach leren kennen. En het klikte heel goed en de samenwerking is super. Dus ik denk dat dat mij naar de volgende stap gaat brengen.